Deze waardevolle prijzen kan u winnen door de medewerking van de Algemene Spaar- en Lijfrentekas aan... Het Rad der Fortuin. Uw gastheer is Mike Verdreng. Goedenavond, dames en heren in de zaal. Goedenavond, dames en heren thuis. 54e uitgave van het Rad der Fortuin. En natuurlijk spelen we vandaag ook weer, net zoals altijd, trouwens ook voor de finales, met drie kandidaten. Weer in de buurt van die 5000, maar ook weer in de buurt van bankroet. Ja, dat begint goed vandaag. Rosie? Rosie voor 1000. Een B? Ja, dat is goed, dat is goed. En maar doorspelen, Rosie? Een D? Oh, nee. Nee, je moet eerst draaien. De B is goed. Je hebt al 1000 op het scorebord. Ja, dat is goed. 4500. Een D. Een D, ja. Dat is... 5500 in totaal. Let's zien wat deze soubrette er vandaag van terecht brengt. Een K. Voor 3000. Een K. Nee. Wim. Wim. We zoeken naar een zaak, totaal 15 letters. En we hebben een B en een D. Wim. De voor 1000. De M. M. Ja, dat is erbij. €4.500, Wim. Een W. Een W. Geen W. Jos. Heb je last van de zenuwen, Jos? Ja, min of meer, hè. Min of meer. Ja. Geef me eens een medeklinker. Een S. S. Nee. Rosie. Rosie, geen last van de zenuwen? Nee. 2000? Hash. Ja. De keuze tussen... Ze zit een beetje in op de toer van de verdovende middelen, blijkbaar. Ja, ja. 5000. Een je. Een jee. Ja, dat is goed. En we doorgaan. Jee, totaal 12.500. €750. Een C? Een C. Ja, dat is goed. B, D, C, H, M, J. We hebben al 6 medeklinkers. Een F? Nee, geen F. Wim, 1000 staat hij. En voorlopig blijft dus Rosie op 13.250 staan. Jos nog altijd 0. Maar het komt allemaal wel voor elkaar. 1250, Wim. Een P. Een P. Ja. 2250 voor Wim. We zijn op zoek naar een zaak. Dat is natuurlijk een heel ruime omschrijving. Voor 1250. Een L. L, ja. Zelfs 2 keer, dus 2500 bij. Totaal staan 4750. Wim, wat zoeken wij? 3 seconden. 2. 1.
Jos, jij staat op 0. Nee, ik heb niet zeggen. 3 seconden. 2. De champagne. 1. Niet. En dan komen we uiteraard terecht voor 13.250. Rosie, wat zoek je? Bloot lichaam. Hoe zeg je? Ogenblik. Wat zei je? Een bloot lichaampje moesten we niet hebben, dames en heren. Dat is voor de toneelstukken in Oud Turnhout. We zochten wel naar een bloedlichaampje. Een bloedlichaampje, dat moesten we hebben. De bloedlichaampjes zijn de vrije cellen waaruit het bloed voor ongeveer 40% bestaat. Verdeeld in witte en in rode bloedcellen plus bloedplaatjes.